Oh yeah. Hier ook wit en moerasgroen, wit, moerasgroen. Yes, ging te soepel. Oké. Alles uit de kantine, nu hier. Veel beter. Sap hè? Nee, niet Paul. Kijk eens meisje, wat een techniek. Inderdaad. Ik zeg met een weet nog niet waar we het gaan neerzetten. Of daar. Of dat. Moet er ook. Weilandje volmaken, we falen. Kijk, ik sta er al. Hey, hey.
lijntje voor de shophandel. En dit is alleen nog maar van flessen. Het is nog niet eens de helft. Ja, oh, goed. Ik heb heel veel. Straks verhuizen aan. Ja, wat een mooi. Nou, Andorra staat in de trailer. Naast het niets. We gaan haar nu naar de nieuwe plek toe brengen. Het is het eerste paard wat naar de nieuwe plek gaat. Oké, het eerste paard brengen we nu naar stal. Daar is stal. Onze prinses. Ons prinsesje Andorra. Ik doe de poort weer op. Oh, dat is zo raar, jongens. We hebben echt wekenlang hier aan gewerkt en nu is het zover. Het eerste paard. Yes, en Flip rijden erachter. We gaan Reden ophalen. Woe! Pom, 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 windmons. Onderweg naar Reden, windmons. Ik hoop zo dat ze de trailer in gaat. Of ja, ze gaat er wel in, maar dat het niet 12 uur duurt. Zo. Braaf, Reden. We zijn er bijna. En rechts is de stal. Het ging super goed. Ze was hartstikke lief. Ik ben echt extreem onder de indruk van een 1-jarig paard dat het zo goed doet. Volgens mij vond ze het ook wel leuk. Het was een nieuwe uitdaging. Oké, jongens, there we are. Goed zo!
En deze paarden gaan dadelijk ook mee. Dat zijn Jesse's trainingspaarden. Als laatste deel van de verrassing, als laatste deel van het hele proces, gaan hun nog mee naar stal en dan zijn we klaar. Ze staan erin. Ik heb het alleen niet gefilmd, ik was afgeleid. Ik help je hoor. Kom maar, meisje. Ja, ze is er weer.